Welkom bij het 8 uur journaal. Mijn naam is Michael. Gisteravond vond er een knokpartij plaats in café Pool Position in Beverwijk. Er zijn gelukkig geen zware verwondingen aangebracht en zijn de andere cafégangers slechts met een lichte schrik ervan afgekomen. Het gevecht was tussen de uitsmijter van het café en een groep mannen die wel vaker onrust blijken te veroorzaken. Van beide partijen bleek dat ze vaker in contact waren gekomen met justitie. Volgens ooggetuigen begon het gevecht toen na een tijd beledigd te worden een duw van de druppel was voor de portier. De groep van Oosterweg was daar puur voor ruzie en knokken, was de mening van een groep bargangers. De groep praatjesmakers hebben wel eens vaker ruzie in cafés van mij en anderen. Maar deze keer hadden ze niet gerekend op zo'n tegenstander en kregen ze hun verdiende loon. Al dus de eigenaar van Pool Position. Hier is interview. Hallo Mario, hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Fijn om te horen. We hebben allemaal kunnen genieten van je laatst uitgebrachte boek Rauw. Kun je voor de kijkers even kort toelichten waar het boek over gaat en waarom de kijkers het zouden moeten lezen? Het boek Rauw gaat over een jongen met ouders die afkomstig uit voormalig Joegoslavië, die naar Nederland zijn geëmigreerd om een veilig kind op te voeden. Marin Tomic is een jongen die van de straat en lost nodig of onnodig zijn problemen op met geweld. Hij doet aan een aantal vechtsporten, waaronder free fight, wat tamelijk ver. Het boek beschrijft de goede en de slechte momenten van de jongen in een poging een goede maatschappelijke positie te bereiken. Je zou dit boek moeten lezen om je in te leven in andere mensen in deze maatschappij, omdat iedereen anders is en soms moeilijk te begrijpen. Wat heeft je geïnspireerd om het boek te schrijven? Het boek is eigenlijk een beetje een aangepaste autobiografie. Ik ben eigenlijk Marin Tomic. Vandaar ook de gelijkenis in de naam. Ik ben zelf opgegroeid als straatschoolvriend en heb mijn weg naar de top moeten vechten. Ik heb zeer zware tijden gehad en wil daar graag over schrijven. Wat interessant, dat had ik helemaal niet bedacht. In hoeverre komt het overeen met je eigen geschiedenis? Of heb je ook dingen aan toegevoegd of weggemaakt? Nee, het klopt dat veel mensen niet denken dat het over dezelfde persoon gaat. Ik ben zelf ook docent maatschappijleer en word vaak als beschaafd gezien, terwijl ik een moeilijke jeugd heb gehad. Bijna alles komt overeen met mijn leven. En ik heb alleen enkele dingen toegevoegd en weggelaten om het verhaal beter te laten lopen. Zijn er dingen waar je blij mee bent of waar je spijt van hebt van je jeugd die je maakt tot hoe je nu bent? Qua studie heb ik het eigenlijk best slecht gedaan. Ik was gymnasiumleerling, maar ik heb me niet echt tot een vervolgopleiding gezet, waar ik wel spijt van heb. Ik heb bij de bank als verzekeringsadviseur gewerkt en heb aan een aantal banen middels mijn topmaatschappijleraar kunnen opwerken. Daar ben ik heel trots op en ik hoop ook dat anderen kan helpen om na te denken over de maatschappij. Wat een mooie gedachte. Beste kijkers, dit was Mario Borzik met zijn boek Rauw. Echt een aanrader om te lezen. Dank u wel. Dan. In Veren was een man ongeveer 48 uur op dezelfde plek blijven zitten. Hij is nauwelijks verplaatst, maar alleen opgestaan om te kunnen eten en drinken. Hij heeft waarschijnlijk ook een tijdje geslapen. Toen hij hem een paar vragen stelde, bromde hij. Maar wat over waarom iedereen zo dom was. Maar bleef hij staren naar het landschap. Uiteindelijk is hij weggestuurd door de politie, omdat mensen bang voor hem waren. We hebben hem later weer ergens gevonden en hij deed ongeveer hetzelfde als voorheen. Hij zat gewoon weer en deed helemaal niks. Nu was hij iets vrolijker, wat waarschijnlijk met drank te maken had. We konden hem nu wat vragen stellen en kwamen erachter dat hij zoveel zit, omdat hij volgens hem aan het versterven is. Hij wil niet meer bewegen of denken, maar alleen gewoon zitten en leven. Het bewegen en denken laat hij aan domme mensen over. Na dit gesprek hebben we hem niet meer kunnen terugvinden. Volgens vanuit Michel staat op locatie. Bedankt. Ja, wij zijn hier dus op de plaats waar de man 48 uur heeft gezeten. Hij is helaas weg, maar hij is wel gezien door kijkers en die hebben er een video van gemaakt. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Hier zijn een paar beelden. Yo, wat is dit? Wat de fuck is dit? Hij zat hier gisteren ook al. Echt, ja, maar god man. Wat is hier te doen dan? Hij is echt gek in zijn hoofd. Wat zit je te doen dan? Wat doe je hier? Dan. Op de Pacific Coast Highway in Los Angeles is vandaag een auto-ongeluk voorgevallen. Er lag een oliespoor op de weg dat afkomstig was uit een lekkende motor van een auto. Er is een motor onderuit gegleden en een meisje van 17 achter op de motor gewond geraakt. Ze is in coma geraakt. Ze gleed van de motor af en werd geschept door een voorbijrijdende auto. De bestuurder van de motor is niet gewond geraakt. Het meisje is in het ziekenhuis hersennood verklaard en haar hart is getransplanteerd. Het is niet bekend wie de ontvanger van het hart is. Haar familieleden waren niet bereikbaar voor commentaar. Dan.
De ouders van 3 kinderen zijn een paar jaar geleden om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dit zorgde voor een grote scheiding tussen de kinderen. Vandaag hebben de kinderen elkaar sinds 6 jaar weer gezien. De kinderen waren niet bereikbaar voor commentaar, omdat ze op reis waren. Maar uit betrouwbare bronnen, waaronder de advocaat van een van de kinderen, is vernomen dat ze erg blij waren elkaar weer te zien. Ook hadden ze elkaar weer veel te vertellen over hun ouders en hoe zij het ongeluk hebben ervaren. De advocaat heeft ons verder verzocht de broers en zussen met elkaar met rust te laten. Ze hadden behoefte aan rust en privacy. Dit hebben wij natuurlijk met liefde gedaan. Hier is een interview. Goed je te zien, hoe gaat het met je? Gaat goed. Ik heb een baan, ik heb eindelijk een mooi huis en ik heb goed contact met mijn familie en vrienden. Ja, want je hebt best een rare tijd achter de rug, kan ik me voor zo voorstellen. Ja, dat klopt. De afgelopen jaren waren echt chaos voor me. Er was zoveel gebeurd. Dat heeft te maken met je zusje en je broer, heb ik vernomen. Klopt. Ik heb sinds lange tijd mijn broer Ralf en tweelingzus Lisa ontmoet. Maar vertel eens, Sam. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Ik was jong. Erg jong. Toen mijn ouders om het leven kwamen bij een verkeersongeluk. Ik, nog mijn broer of zus, waren oud genoeg om voor onszelf te zorgen. Dus werden we allemaal in aparte gezinnen geplaatst. En jullie hadden geen contact met elkaar? Nee, en destijds had ik daar persoonlijk ook geen behoefte aan. Ik vond mijn leven bij mijn pleeggezin prima. Het klinkt hard, maar ik had geen ruimte in echte familie. Maar hoe ben je uiteindelijk toch in contact gekomen met elkaar? Toen ik 18 werd, heeft mijn notaris mij het adres van mijn broer gegeven. Ik dacht dat ik hem nooit meer zou zien. Dus ik heb die kans met beide handen aangepakt en ben hem meteen gaan opzoeken. En? Nou, Ralf was erg blij om het te zien. Eerst was onze band nog wat roestig. We hadden elkaar natuurlijk lang niet gezien, maar daarna werd het beter. We vertelden elkaar veel verhalen over vroeger. We zijn ook gaan reizen, een jaar lang. Toen we terugkwamen, zijn we samen in onze geboorteplaats op zoek gegaan naar Lisa. We vonden haar en nu spreken we regelmatig af om te praten over vroeger. Konden jullie elkaar veel vertellen? Zeker. Zo vertelde Ralf bijvoorbeeld dat ik bij het ongeluk van mijn ouders aanwezig was. In de auto? Ja. Dat klinkt best heftig. Was je ongedeerd? Denk ik wel, anders zou ik hier nu niet zitten. Maar hij vertelde ook wat de oorzaak van het ongeluk was. Ik luister. Ralf zegt dat mijn moeder de hartstocht van mijn vader was verloren en daarom niet meer helemaal bij was met haar hoofd. Wat een verhaal, joh. Maar helaas, de tijd zit erop. Bedankt voor je tijd en doe de groeten aan je broer en zus. We hebben ze gedichten ingezonden. Wil jij ook gedichten inzenden? Download dan nu onze app. We gaan nu kijken naar het gedicht. Leegte. Altijd als ik thuis kom, is de ruimte verlaten. En als ik dan de stilte hoor, dan wil ik graag weer praten. Maar ik weet dat dat niet kan. En dat doet mij verdriet. Ik zou je graag weer willen zien. Maar ik weet, dat kan niet. Ik heb iets van jou weggegeven. En ik kreeg er niets voor terug. Ik kan mezelf nu nooit vergeven. Maar dat hoeft van mij ook niet. Je zal altijd in mijn hart blijven. Met herinneringen vol geluk. Ik verlicht mijn pijn met schrijven. Maar je komt er niet door terug. Dank. Dan, nee, maar het was gewoon uit een lekkende motor van een auto, waarvan ik, ja, waarvan ik de naam niet meer weet. De bestuurder van de motor is niet gewond geraakt. Ze is in het ziekenhuis hersendood verklaard en haar hart is getransplanteerd. Op de Pacific Coast Highway in Los Angeles is vandaag een auto-ongeluk voorgevallen. Op de app een filmpje ingezonden. Ja, voor de filmpje ingezonden. Wil je ook een filmpje insturen? Download dan nu onze app. We gaan nu kijken naar het filmpje. Op onze app is een filmpje ingezonden. Wil jij ook een filmpje? En goed contact met mijn familie en vrienden. Ja, wat... Oké. Misschien toch een keer voor in echte familie. Dat moet wel zijn. Hallo Sam, goed je te zien. Hoe gaat het met je? Van jou weggeven. Maar ik weet, dat kan niet. Ik heb die helemaal.